Vandaag in onze haven. Lijndiensten tussen Noord-Seaport en andere havens, speciaal voor containers. De langste treinreis vanuit de haven. Maar eerst, vele hippe vruchten en groentesapjes worden in Noord-Seaport, onze haven, bedacht. We zijn nu bezig met het testen van combinaties en toepassingen van monkfruit in vruchtensappen. Monkfruit is een vrucht uit China die vele malen zoeter is dan de gewone fruitsoorten. En daardoor mogelijk in de toekomst gebruikt kan worden als vervanger voor zoetstoffen. Fruitsapjes, groentedrankjes en smoothies. Ze zijn ongekend populair en het lijkt wel of er iedere week een drankje met een nieuwe samenstelling bijkomt in de supermarkt. Bij Labo Juice in Noord-Seaport Vlissingen bedenken en testen ze die nieuwe recepten. Ja, de klant die komt naar ons toe met een idee en wij werken dat verder uit in een recept. Er worden dan ruwe materialen bij elkaar gemengd eigenlijk tot het juiste eindproduct wordt gevormd. Onze haven is een echte fruithaven waar veel fruit, maar ook fruitsappen en extracten worden overgeslagen en verwerkt. De sappen, concentraten en purees die hiervoor gebruikt worden, komen vanuit de hele wereld via Noord-Seaport naar dit laboratorium. Ja, bij Kloosterboer, onze buren, komen vrachtwagens en schepen binnen met de ruwe materialen, dus eigenlijk de vruchtensappen. En zodra bij ons een recept klaar is, gaat het naar Kloosterboer toe. Zij zorgen dat de verschillende vruchtensappen in vaten klaarstaan voor de productielijn. Deze verschillende sappen die worden bij elkaar gemengd. Labo Juice bedenkt niet alleen de recepten voor de drankjes, maar bewaakt ook de kwaliteit van het eindproduct. Neem bijvoorbeeld sinaasappelen. Die kunnen heel erg verschillen per soort. Ze kunnen zuurder zijn of juist anders van kleur. Dat is ook weer afhankelijk van het seizoen. Maar het product in de supermarkt moet wel hetzelfde blijven. En daarom is het belangrijk dat we continu een kwaliteitscontrole blijven uitvoeren, zodat we die kwaliteit kunnen garanderen. In onze verschillende laboratoria testen we hoe zuur het product is en doen we een benadering van het suikergehalte. En wie weet gaat er binnenkort dus een nieuw recept de blendtank in met monkfruit. 7800 kilometer, dat is de langste spoorverbinding die we vanuit onze haven hebben. Dat wil zeggen, zoveel kilometer rijdt deze zogenoemde China-trein met Volvo-auto's. 3 keer per week vertrekt deze trein vanuit Gent naar Daqing in China. Treinen zijn duurzaam en daarom zet Noord-Seaport in op nog meer bestemmingen per spoor. Vorige week werden maar liefst 12 nieuwe spoorverbindingen met het Europese achterland gepresenteerd. Ja, hier zien we bijvoorbeeld 2 schepen die nu in het Sifferdok aan het lossen en laden zijn van containers. En die komen het weekend weer aan in Antwerpen. En op maandag zijn we weer terug in Gent. Wij vervoeren dagelijks containers met binnenvaartschepen vanaf de zeehavens, zowel Rotterdam als Antwerpen, naar de havens in het Noordzeepoortgebied. Dan hebben we het over Vlissingen, Terneuzen, Westdorp en Gent. En eigenlijk komen daar dus in dat gebied meerdere keren per dag komen schepen die gelost en geladen worden en die ook weer teruggaan naar de zeehavens. 1 container op een binnenvaartschip is er 1 minder op de weg. Noord-Seaport zet in op duurzame transportoplossingen en daar is deze er 1 van. En een heel belangrijke. Onze haven krijgt steeds meer van dit soort containerlijndiensten naar het achterland en naar naburige zeehavens, zoals Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam. Daar zie je nu dat die ene container die wordt met een truck geladen, bijvoorbeeld in Terneuzen. Hij gaat naar een overslagspunt, bijvoorbeeld in Terneuzen, waar ze worden verzameld en op een binnenvaartschip gaan. Vooral vanwege de fileproblematiek en natuurlijk ook de CO2-uitstoot. Het is milieuvriendelijker om het op deze manier te doen. En daardoor zien we dat er steeds meer containers de weg vinden naar het water. De bedrijven die deze lijndiensten runnen, maken hun schepen ook steeds schoner. Zo vaart een deel van de vloot op LNG, een schonere brandstof. Maar er is nog meer voordeel te halen. Denk aan andere motoren, bijvoorbeeld elektrisch varen, waardoor binnenvaart in de toekomst nog schoner wordt. En die ambitie hebben wij zeker om daar nog verder aan te werken. Binnen Noord-Seaport neemt binnenvaart vandaag al ruim de helft van het goederenvervoer voor haar rekening. Het containervervoer zit hierbij stevig in de lift.
Tot slot weer de mooiste foto's van onze haven. Mail ook uw foto's of filmpjes naar onzehaven@noordseaport.com. Tot over 2 weken.